Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Jullie hebben het al aangekondigd gezien in mijn vorige video. Ik ga namelijk vandaag mijn Instagram volgers bepalen mijn dag doen. En nu heb ik net al een poll geplaatst. Namelijk, jullie zien hem nu in beeld. Hoi allemaal, ik ga zo met mama ga ik spullen halen om pepernoten te bakken waarschijnlijk. Maar ik doe vandaag kijkers bepalen mijn dag. Die video komt als het goed is vrijdag volgens mij uit mijn hoofd online. Dus jullie mogen bepalen, stem even hieronder. Moet ik iemand anders verrassen met pepernoten? Of moet ik zelf voor mezelf pepernoten bakken? Stem hieronder. Wat? Ja, de poll of ik dat ik pepernoten ga maken, maar de vraag was of ik pepernoten voor mezelf ging maken of voor iemand anders. Nu is daar een conclusie uitgekomen, namelijk dat ik het voor iemand anders ga doen. En ik heb nu één iemand in gedachten, namelijk oma Nelly. Die kennen jullie wel. Ik heb ook soms nog reacties gehad wanneer ze terugkwam. Nou, dus mijn vraag is, moet ik voor oma Nelly er gaan maken? Dus, ik ga hem even op mijn dingen zetten. Nou, jongens, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik ze voor iemand anders moet maken. Aangezien jullie dat hebben gestemd. Maar, ik heb één iemand in gedachten. Moet ik het voor oma Nelly doen? Die kennen jullie vast wel van de vlogs nog. Waar ik altijd met mijn folderwijk naartoe ging enzovoort. Of moet ik iemand anders doen? Stem hieronder. Vinden jullie dit concept leuk? Als ik dit vaker moet doen, laat het dan even achter in de reacties. En dan ga je nu kijken naar een prachtige video waarin wij de enige echte pepernoten gaan bakken. Nou, kijk jongens, ze zitten in de oven. En dit is wel een goed moment om mijn Insta-story te gaan kijken. Of ik ze voor oma Nelly of voor iemand anders moet gaan maken. Want daar ben ik dus wel benieuwd naar. Laten we eens even gaan kijken. Twee stemmen voor oma Nelly. En één stem op iemand anders. Wat dus wil zeggen dat wij pepernoten voor oma Nelly zijn aan het maken. Dus oma Nelly, we komen er zo aan als je dit hoort. Want ze woont hier in het huis achter ons huis. Dus als je dit hoort, we komen eraan. Ik denk dat je het niet hoort vanuit hier, aangezien alle ramen dicht zijn en al. Maar we komen eraan. Het is nu even wachten tot de pepernoten voorbij is. En dan ga ik meteen een nieuwe story maken. Of ik nu moet douchen of vanavond moet douchen. En daarbovenop, als ik nu moet douchen, mogen jullie mijn kleding uit gaan kiezen. Dus ja, laat ik eerst even een story. Hoi allemaal, hier ben ik weer. En kijk, wow, het is een camera die aanstaat. Maar jongens, mijn volgende vraag. Het is bekend dat ik de pepernoten voor oma Nelly ga maken, maar die zitten nu in de oven. En ik moet wachten ondertussen. Moet ik ondertussen douchen of een video editen? Ik moet wachten ondertussen. Dat komt in de video, mama.
ik hoor het 5 keer of zo. Nou, jongens, mijn Insta-story is geplaatst. Je ziet een nieuwe beeld. Hoi allemaal, hier ben ik weer. En kijk, wow, het is een camera die aanstaat. Maar, jongens, mijn volgende vraag. Het is bekend dat ik de pepernoten voor oma Nelly ga maken. Maar die zitten nu in de oven. En ik moet wachten ondertussen. Moet ik ondertussen douchen of een video editen? Nou jongens, mama is nu ook mijn story aan het kijken. Ik doe vandaag kijkersbepalende dag. Die video komt als het goed is. Vrijdag volgens mij op mijn hoofd online. Ik zag net mijn chocolade laten liggen en ik wou een stukje pakken. Maar toen besefte ik me ineens van... Ik doe vandaag Instagram volgers bepalen mijn dag. Dus, wat wil dat zeggen? Mag ik een stukje chocola? Mag ik een stukje chocola? Dus ik ga nu een Insta-poll maken. Waarin ik ga vragen of ik chocola mag. Hallo allemaal, ik kom jullie weer lastigvallen vandaag. Ik heb hier een chocoladeletter, maar mag ik een stukje van mijn chocoladeletter? Dus laat het even hieronder achter of het mag ja of nee. Nou jongens, en nu moet ik hem toch echt nog even wegleggen. En wachten op reactie. Het leven is zwaar als je Instagram volgers je dag bepalen. Jongens, ik zie nu... 2 stemmen op ja bij mijn chocoladeletter. Dus, ik ga chocoladeletter een stukje van eten. Daar heb ik wel zin in. En ja, nu heb ik stemmen voor ja. Dus, dan kunnen we die natuurlijk niet laten liggen, hè, jongens. En ik zie nog iets, hier gaat mama heel blij mee zijn. Mag jij raden wat? Bergenburgers geweest. Daar mag jij blij mee zijn. Ik zie iets. Krijg ik een stukje chocolade van jou? Daar heb ik een bol over gemaakt. Huh? Waar heb ik in mijn laatste store? Oh, Eén naar laatste. Je hebt een ja. Yes. Nou jongens, kijk hoe groot ze zijn geworden. Dus ik ga nog even mijn chocoladereep opeten. En dan ga ik douchen. Ja, yeah. Ik ga jullie alvast meenemen naar boven. Om een poll aan te maken voor mijn outfit die ik aan moet. Gaan we eens even 2 outfits uitkiezen. En ik heb wel een leuk idee. Ik ga of normale kleding aan doen. Of mijn onesie. Sorry Enos, maar ik geen huiswerk. Spijkerbroek, onderbroek, vest en sokken. Dit is ook meteen een test voor mij. Hoe jullie zijn. Of jullie kiezen voor de meeleverrol en met me meeleven. Of mij allemaal dingen laten doen waar ik geen zin in heb. Nu hebben jullie dat al gedaan. Zoals mij niet de pepernoten laten opeten. Ik heb er ook serieus geen één voor gepakt. En dat ga ik ook niet doen. Want ze zijn allemaal voor oma Nelly. En oma Nelly mag kiezen wat ze ermee doet. Ik ga even een story maken. Dus ik heb net mijn chocoladeletter op. En ik ga nu douchen. Maar nu mogen jullie maar een setje kleding uitkiezen. Moet ik mijn sorry Enos maken in huiswerk. Met een vest en een spijkerbroek. Rode sokken. Een blauwe onderbroek. Of moet ik een blauwe onderbroek. Rode sokken. Met mijn thermo shirt er nog onderaan. Die heb ik nog aan. Maar die heb ik vanochtend schoon aangedaan. En mijn unicorn onesie. Dus moet ik mijn unicorn onesie dragen of dit super mooie setje kleding. Laat het achter, ik ga dan in de douche en dan daarna zie ik jullie reactie wel verschijnen. Jee, ik ben net uit de douche. Ik ga eens even kijken wat mensen hebben gestemd. En ik ben heel benieuwd of ik mijn onesie aan moet doen. Zo ja, wil dat dus ook zeggen. Dat ik dadelijk naar oma Nelly ga in mijn wand. Ja, het gaat best wel ongemakkelijk worden waarschijnlijk. Of moet ik gewoon dit aanhouden? We gaan kijken. We hebben
3 stemmen voor mijn onesie en 1 stem voor normale kleding. Wat wil zeggen, is dat ik dadelijk bij oma Nelly langs ga in mijn onesie. Nou jongens, vandaag de dag. Een dag in mijn onesie. Waar heb ik mijn bril gelaten? Ik zie mijn bril niet zonder bril, jongens. Potverdorie. Waar heb ik mijn bril? Brillie. Bril. Bril. Ik heb mijn bril versopt, jongens. Oh, ik word gebeld. Waar is mijn bril? Willy. Oké, kijkers. Even in die. Even wachten. Even, kun je even op mute zetten? Ja. Oké, jongens. Even voor duidelijkheid, Indy belde me. Maar ik besef me nu ineens, jullie hebben je waarschijnlijk net echt kapot gelachen. Want ik was op zoek naar mijn bril terwijl ik hem gewoon op had. Ja. Super. Maar jongens, ik ga naar beneden. Ik ga kijken of de pepernoten klaar zijn. Yay! Oké, jongens, kijk. De enige echte pepernoten zijn klaar. En ja, die gaan we zo naar oma Nelly brengen. Aangezien jullie dat hebben bepaald. Dus ja, dan moet dat, hè? Ja! Ja, super. Dus ik heb zo geen 1 pepernoot. Is dat de reden waarom ik jullie niet meer leuk vind, kijkers? Ik vind jullie niet meer leuk. Moet je even kijken of ze goed zijn? Misschien zijn ze nog wel niet daar. Dan mag jij ze voorproeven, één. Dan moet jij er één voorproeven. Ik mag er geen proeven, hè? Hebben de kijkers gestemd? Echt helemaal geen? Nee. Dus als jij er nou één voorproeft... Ik vind nee, dat ik er zelf wel één moet proeven, hoor. Nee, dat mag niet. Jawel. Dat mag niet, hè? Het idee achter Instagram volgers bepalen je dag. Ik vind het zielig voor jou als je er helemaal geen één mag proeven. Nou, ik heb er deeg een klein beetje van, hoor. Ja. Dat is toch anders dan een echte pepernoot, toch? Oké, jongens, ik ben er weer. En zoals jullie weten, heb ik aan het begin volgens mij van de video gezegd... Het is vandaag maandag. Wat wil zeggen, als jullie ook diehard fans zijn van Ruud Maas, dan weten jullie het waarschijnlijk wel. Namelijk, er komt vanavond een video op Thomas' zijn kanaal online. Waarin hij al weken aftelt naar een bepaalde dag. Waarin hij heel groot nieuws bekend gaat maken. En nu is mijn vraag. Mag ik die video kijken? Vanavond om 7 uur. Of mag ik hem niet kijken? Dus laat ik maar even een story gaan maken. Hallo allemaal, ik heb mijn volgende vraag. Namelijk, mag ik vanavond de video van Thomas kijken? Stem even hieronder. Ik hoop natuurlijk zo erg dat jullie ja gaan zeggen. Anders ga ik echt janken, anders overleef ik het niet. Nou jongens, de story is geplaatst. Dus we gaan het zien. Ik kijk vanavond net voor 7 uur. Kijk ik of het mag of niet. En dan heel erg hopen dat het mag en anders... Dus kijk huilen. Dus jongens, als jullie hadden gestemd op nee, ik mag jullie niet. Nee, grapje, ja. Ik mag jullie allemaal. Maar ja, jongens, ik ga het straks zien. En dan ga ik nu zo nog even mama een pepernoot laten voorproeven. En dan gaan we de rest naar oma Nelly brengen. Yay! Woe! Nou jongens, bij deze heeft mama hier, die gaat ze voorproeven, want... Ik mag er natuurlijk geen eten, dus ja, dan moet mama ze voorproeven. En is die lekker? Kijk, en liefst zou ik er nu ook een pakken, maar... Hij is heel erg krokant. Ik moet me wel aan de officiële Instagram-volgers bepalende dag wet houden. Dus ja. Hij is heel lekker krokant en de smaak is ook heel goed. Mooi. Oh, dus je mist echt wat. Ik denk dat oma Nelly zo lekker vindt. Ja. Dus jongens, wij gaan naar oma Nelly en dan ga ik mijn schoenen aan doen en dan gaan we ze daar naartoe brengen. Dus ik ben benieuwd hoe ze reageert. Nou jongens, hier gaan we dan naar oma Nelly met pepernoten die we zelf hebben gemaakt. Ik ben benieuwd naar de reactie. Ze zal het vast leuk vinden, zal vast van jullie houden. Ik heb natuurlijk bepaald dat ik ze moet gaan brengen naar de... Komt iemand aan? Ja. Ik hoor het. Hallo, ik heb een cadeau voor jou. Echt wel!
En ik ben de filmvrouw. De cameravrouw. Oh jee. Voor de snoepjes elke keer. Wel leuk. Toch niet helemaal. Pepernoten. Wel. Helemaal. Dank Daar je. Moet je ook mijn volgers voor bedanken. Die hebben gezegd, ik heb vandaag een dag dat ze heel mijn dag bepalen. En die hebben gezegd Komt dat ik voor in. Jou pepernoten moest maken. Zal ik even weg doen. God, zal we dan maar kijken. Het waren wel een beetje leuk. Ja. God. Nou, speciaal voor jou. Mijn liefde voorbereid. Wel leuk. Dank je wel. Dan zou ik ze in een ander schaaltje doen. Jee. Ja, ik vind het ook goed om me morgen mee terug te nemen hoor, met volgers. Zo. En jouw volgers ook bedanken, want dat is een hartstikke goed idee geweest. Ja, ja, dat is waar. Wil je er ook nog een voorproeven? Goed, hè. Weet je ook hoe ze smaken, hè? En zijn ze lekker? Zijn weg. Lekker, er is gewoon die pepernoten, want ze zijn veel brosser. Kattenvullen. Ja. Ik vind hem heel erg lekker. Mooi. Dus hartstikke bedankt. Lust nou nog een paar spekjes op. Ja, dat lust ik wel van. Ja, want hij heeft geen pepernoot op, hoor. Ik heb nog geen pepernoot op. Nee, dat hebben mijn kijkers bepaald. Hè. Ik mocht er geen voor mezelf pakken. En die is ook niet gepakt. Dan krijg je er nou eentje van mij, want je moet ze proeven. Ik mag er natuurlijk geen eten, dus. Ja, dan moet mama ze voorproeven. Dat ga je voor deze eten. Dan ga je wel niet dat proeven. Nou, vooruit. Ze zijn hartstikke lekker. Ja, ik had er één voor geproefd. Oh, oké, had dat geproefd. Ze zijn wel lekker, ja. Ze zijn heel lekker, hè. Wil er nog eentje? Dat was een heel goed idee van jouw volgers. Ja, ja, zeker. Echt wel. Ja. Ja, we waren er een middagje zoet mee, hè Joost? Zo. Nou, ja, dat is net staan bakken ook. Ja, ze zijn ook een beetje warm. Ik mag er natuurlijk geen eten, dus. Ja, dan moet mama ze voorproeven. Niks zeggen, camera uit. Zo. Nou, kunnen we gewoon weg. En dan zeg ik gewoon dat je niks van dit. Kijk of ze lekker zijn of niet. Ja. Leuker dan de krant, hè? Ja, niks zeggen. Ja, ik mag er natuurlijk geen eten, dus. Ja, dan moet mama ze voorproeven. Kijk, zonder volle bak. Ja. Kan ik toch alleen niet op, maar dan ga je mee eten. Tot morgen. Goed, ja. Zo, oké. Hey, hou. Nou, dat vonden ze zeker leuk zo te horen. Dus misschien moet ik het vaker doen. Ik ga meteen eerst een nieuwe poll aanmaken. Of ik moet editen. Of een vrijdagje moet nemen. En dat gaat heel zwaar vooral. Neem ik een vrijdagje. Want ik moet nog vooruitwerken voor logeerweekend. Aangezien deze avond... Nu, op dit moment dat jullie deze video kijken, ben ik net op logeerweekend. Dus ja, daarom moet ik nog wel wat vooruitwerken. Want ik heb nog maar een paar dagen. Dus, bij deze ga ik even een story maken. Hallo allemaal, ik zit hier met twee camera's. Wow, ik ben te lui om ze te wisselen. Maar, moet ik vandaag een vrij dagje nemen? Of moet ik vandaag de hele dag door editen nog? Nou, kijk jongens, hij staat hier. Dan ga ik hem nu voor delen. En de story is gedeeld, dus ik ben benieuwd. Dan ga ik in de tussentijd nog even bellen. En dan zie ik dadelijk of ik vandaag een vrijdagje moet nemen. Wat van de ene kant heel fijn is. Tegelijkertijd absoluut niet fijn. Want dat wil dus zeggen dat ik morgen 10 keer zo hard moet werken. Of ik moet iets anders doen. Want ik moet nog... 3 video's maken en dan heb ik tot dinsdag, dus deze dinsdag, heb ik dan tot en met vlogs. Maar, dat wil dus zeggen als ik tot die dinsdag vlogs heb, dat ik van de logeerweekend vlogs meteen in 3 dagen moet editen en heb geüpload. Dus ik moet nog 3 video's maken en daarvan telt deze mee, dus deze... Die skip ik even, maar ik moet dus nog buiten deze video 2 video's maken. En deze moet ik voor vrijdag editen. Ja, dat zou ik doen. En dan komt het hopelijk goed. En dan is het kijken hoe lang ik het red en of ik het ga redden tot dan. Dus ja, maar ik ben benieuwd waar jullie gaan stemmen. Ik hoop van de ene kant op editen. Tegelijkertijd hoop ik op een vrije dag. Want ja... Het is allebei wel relaxed, alleen het probleem is als YouTuber een vrije dag, is de volgende dag 10 keer zo hard werken. Dus ja. Maar ik ben benieuwd wat jullie gaan kiezen. Ik zie jullie straks. Ik ga even naar boven en ik ga bellen en ik ga
Ja. Ja, ik ga eigenlijk niks doen, want ik weet het nog niet of ik moet editen op een vrije dag heb. Ja, drama. Dus ik zie jullie zo. Houdoe. Hallo allemaal. Nou, hier ben ik weer. Zo, ik zit te bellen op Discord met allemaal random mensen. Maar... ik ga nu kijken. Het is nu ongeveer een half uur later, denk ik. Of ik vandaag de dag een vrije dag moet nemen of moet gaan editen. En ik ben ontzettend benieuwd. Namelijk, 4 mensen hebben gestemd voor editen en 3 voor een vrije dag. Woo! Yes! Jongens, ik ben blij! Oké, jongens, ik was op het moment echt bang toen straks. Aangezien, ik heb ook een poll gemaakt. Hebben jullie ook gezien in de vlog? Of ik de video van Thomas mocht kijken. Nu heb ik daartoe straks heel veel reactie op gehad dat ik hem niet mocht kijken. Maar ik ben blij. De reacties zijn een beetje geswitcht. Ik had namelijk eerst 3 stemmen voor nee en 1 voor ja. Maar die zijn geswitcht naar 3 stemmen voor nee. Dat is zo gebleven. En 9 stemmen voor ja. Woe! Dus ik mag vanavond de video van Thomas kijken. Dus ik ben blij. Want ik mag vanavond om 7 uur het grote nieuws bekijken. Maar wat ik dan wel jammer vind, maar tegelijkertijd blij mee ben, is... het wordt een edit dagje vandaag voor mij. Oké, jongens. Het is ietsje veranderd. Ik ga toch voor de vrijdag vandaag. En het is echt heel naar, want ik moet nog pokkenveel editen. Maar kijk even. 7 stemmen voor een vrije dag. Wacht. Oh, ik weet niet of ik het goed film. Volgens mij wel. Ja. 7 voor een vrije dag. En 5 voor editen. Dus ik ga voor de vrije dag. Ja. Super dit. Dus ja. En ik ga nog even een poll aanmaken. Namelijk of ik pepernoten mag. Dus ik ga even een stukje filmen. Zo van, hey, mag ik pepernoten? En dan... oh shit. Telefoon is maar op. Help, help. Gaat fout. Gaat fout. De wereld vergaat. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nou jongens, ik ga even Insta-story maken. Ik heb een vraag. Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag dat? Ja. Oké, jongens. Hello from the other side. Ik ben er weer. En ik heb dus straks een poll gemaakt, volgens mij op camera. Namelijk of ik pepernoten mag. En ik heb hier pepernoten liggen. Alleen de vraag is of ik ze mag. Dus dat ga ik nu kijken. En jullie zien de story nu al in beeld met het resultaat. Maar ik ga nu kijken. Dus jullie zien het nu. Ik heb een vraag. Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag ik pepernoten? Mag dat? Ja. Nou jongens, en ik ga nu kijken en ik zie dat 4 mensen hebben gestemd voor ja en 2 voor nee. Wat dus wil zeggen dat ik pepernoten mag. Yes! Dus ik ga lekker aan mijn pepernoten beginnen. Want ik heb toen straks pepernoten voor oma Nelly gemaakt, maar... nu wil ik zelf ook wel pepernoten. En stom geluid, ga eens uit. Dus alleen, ik heb gewoon normaal pepernoten. En ook Manelli had heerlijke zelfgemaakte pepernoten. Oké, jongens, bij deze ga ik de laatste story opnemen. Namelijk, ik ga zo naar beneden. Maar ik eet altijd in de avond voordat ik ga slapen nog wat. Dus bij deze ga ik de vraag stellen aan jullie zo. Of ik wat mag eten. Ik ga even tegelijkertijd mijn computer afsluiten. Ik zet even mijn software aan. Dan is het een beetje lichter. Dus ik ga jullie vragen of ik wat mag eten. Hallo allemaal. Ik heb nog mijn laatste vraag voor vandaag. Namelijk, mag ik vanavond nog iets eten? Laat het even hierachter op de poll. Dus ja, ik,
Ik hoop natuurlijk dat ik iets mag eten, maar als jullie mij willen irriteren, stem dan vooral op nee. Dus ja, stem hieronder. Woe, woe, woe. Stem, 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 stem. Stem hieronder. Hoi, hoi, hoi. Nou, jongens, de story is geplaatst. Nu ga ik wachten en dan hopen dat ik zo nog mag eten. En dan, ja, gaan we zien wat het gaat worden. Hoop dat ik mag eten. Nou, jongens, ik zeg tot zo. Hier komt het moment. Ik ga namelijk nog even kijken of ik iets mag eten. En ik ben echt ontzettend benieuwd. Dus ja, we gaan het zien. Mag ik iets eten? Jullie zien het zo ook in beeld. Stem dan vooral op nee. Dus ja, stem hieronder. Woe, woe, woe. Stem, 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 stem. Stem hieronder. Hoi, hoi, hoi. En zoals jullie zien, 4 stemmen voor ja en 2 voor nee. En dan was dit ook meteen mijn video. Dus als jullie het leuk vonden, laat het dan even hieronder in de reacties achter. En ik heb nog een vraag. Misschien hebben jullie het al gezien bij Thomas. Die doet ook wel eens dat andere mensen hun dag zijn dag bepalen. Moet ik dat ook doen? Moet ik andere mensen moet ik andere mensen mijn dag laten bepalen? Laat het dan even onder in de reacties achter. Als jullie dat leuk lijkt. En misschien ga ik dat dan wel een keer doen. Oké. Gaat hier dan. En dan pak ik nog even een paar krabsticks. Zo. En dan ga ik nog even zeggen. Dan zien jullie nu. Zo, de camera. En dan moet ik. Kunnen jullie aan die kant volgens mij mij volgen op Instagram. En dan hieronder kunnen jullie mij volgen op Twitter. En dan, ja. En ondertussen ga ik nog even een heerlijke krabstick eten. Yummy, yummy. Dit was mijn video. Ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren hier beneden. Volg me op Instagram en Twitter. En dan zeg ik tot overmorgen. Bij een gloednieuwe video. How do we stay firm?